Wat is dat nou voor een vraag? Dat weet je toch ondertussen wel? Dan komt Thomas Dekker. Zullen we even de pet afnemen? Graag zelfs. Die Dekker die heeft vandaag gefietst zoals hij zelden van zijn leven gefietst zal hebben. Dit jonge raspaard weet zich ook vandaag weer te handhaven. Wat heb ik er respect voor. Thomas Dekker, TD, Turbo Diesel, wordt gefeliciteerd door mensen van zijn ploeg en door zijn familie. Wielrenner Thomas Dekker is betrapt op doping. Thomas Dekker is betrapt op het gebruik van EPO. Ze zegt, ik heb een niet zo goede mededeling voor je. Je bent positief. Ik zeg bedankt voor het kapotmaken van mijn leven. Hij kan terugkomen, maar het leven zal hem onmogelijk gemaakt worden. Natuurlijk raakt dat je. Wat denk je nou zelf? Dat het leuk is om te lezen als mensen zo over je praten. Als een stukje over jou gaan schrijven, ja. Het is toch wel een grote lul, bla 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 bla. En als je familie dat leest, en later je kind. Natuurlijk is dat niet leuk. Niemand kent mij zoals ik ben. Als je competitief wil zijn in het profpeloton, dan moet deze stap erbij een verbetering van 20%. Dus dat is nog veel te gaan. Misschien ben ik wel niet goed bij mijn hoofd en ben ik de enige die dat product ooit gebruikt heeft. Wie kan er harder fietsen dan Thomas Dekker als hij goed is? Eigenlijk niemand. Mensen hadden toch de hoop op mij gevestigd. En dat heb ik beschadigd. Dus dan heb ik het Nederlandse wielrennen meer kwaad gedaan dan goed, denk ik. Ja. Moest de eenzame fietser die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind. Zichzelf weg naar de baan. En ik zit hier tevreden met die kleine persoon. Nou.